gaan wij lekker naar Lydia. Bed toe. Wat? Lydia, rijd je? No! Oh my god, en hij is wacht één stapje hier vandaan. Oh my god. Heb je dat? Oh my god, we gotta do this. 535. Echt? Are you fucking kidding me? Oh, dat mag ik niet zeggen. Yo mensen, goedemorgen. Welkom bij een nieuwe vlog. Maïsje en ik zijn er weer bij. Natuurlijk. En het past echt maar net. Echt van die mensen die net tegen je aan parkeren. Terwijl er zoveel ruimte is. Ik snap het ook niet. Min 1. Maar plus 1 voor een nieuwe vlog. Ik hoop dat jullie zin hebben. Doe even een duimpje omhoog. Wij hebben net wat boodschapjes gedaan. Want wij hebben een heel groot avontuur wat op ons staat te wachten. We hebben een hele geheime speciale app gevonden die bijna niemand kent. En ik denk ook bijna dat jullie niet van gehoord hebben. Maar het heet, hoe heet het ook alweer? Pokémon Go! Oh, yeah. Wij zijn echt de laatste dagen, net als volgens mij het hele land, in de ban van Pokémon. En er is een Squirtle in de buurt. Oh my god, dit is Squirtle. Oh, we need this to go. Squirtle. Gaan we hem nu gewoon meteen halen? Halen. We gaan hem ophalen. Cool. Want wij zijn dus keihard bezig om zoveel mogelijk Pokémon te verzamelen. En dat gaan we vandaag dus ook doen. Dus ik heb al mijn opnames gedaan, alles is gewoon klaar. En wij gaan lekker even naar een stad toe om te zorgen dat we daar wat Pokémon kunnen vangen. En ik spuugde net op de lens, zag je dat? Nee. Het was echt heel vies. Ja. Squirtle. Oké, terwijl we op zoek waren naar een Squirtle, is Maïsje haar eitje uitgekomen. Oh, jullie moeten wel meekijken. Jullie moeten meekijken. Maar even voor de informatie. Je hebt dus drie verschillende soorten eieren. Je moet 2 kilometer lopen ei. Je hebt een 5 kilometer lopen ei. En een... 10. Geef me een extra hand. Oh ja, dankjewel. En een 10 kilometer ei. Yes. En jij denkt dat dit een 10 is, toch? Ik weet het niet zeker. We weten het niet. Het wij doen zoveel egg management. Ja. Alright, doe een pack opening. Daar komt ie. Pack opening. Wat gaan we worden? Oh, ik hoop zo op een goeie. Come on! Oh, oh my god, Electrobus! Yeah, nice! Is hij sterk? Ja, sowieso, maar kijk. Nee, maar je hebt ook dat zijn CP kan ook. Oh, welk level? Zijn, ja, oké, ja, ja. 339. Oh yeah. Let's check go. It out, Electrobus. En 23 candy. Ik kan hem gewoon meteen upgraden tot gewoon. Yes! Sterker. Maar dat betekent als het goed is dat er nog één is. Oh my god, double pack opening. Oké, wacht, daar komt-ie. Lijkt alsof we aan het hacken zijn, maar echt, dat is niet, dit is hoor. Geen hack, dit is real life, mensen. Oké, daar komt-ie. Alsjeblieft. Ik wil zo graag... Jinx! Wow! Je hebt echt super goede shit. Nice. Oh my god. Zij is wel raar, though. Kijk, die lippen. Oh my god. I love it. Dan wil je toch zoenen, 227 en 16 candy. Oh yeah. So good. So good. Congrats, babe. En ze heeft een draining kiss. Net als jij. Voordat we op stap gaan, is het eerst belangrijk om goed te eten. En zoals jullie kunnen zien, heb ik al deze dingen helemaal vers gehaald en komt dit totaal niet uit een soort van vriesvak of zo. Nee, we hadden even zin om even snel iets te eten, dus we hebben gewoon zo'n kant-en-klaar ding uit de vriezer gepakt. En dat is best wel handig, want het zit dus gewoon superveel groente zit erin. Bijna 200 gram, dus je dagelijks aantal groenten. En het blijft best wel vers doordat het natuurlijk ingevroren wordt, precies nadat het geoost is. Maar we gaan dus lekker eten. Ik moet hem wel een beetje omschudden. Ik moet ook water aan toevoegen. Shit, vergeten! Het is een heel raar principe, maar je moet dus gewoon water hier aan toevoegen. Kijk jongens, dit is mijn toevoeging aan dit kokend. Shablam! Het is perfect nu. Hey! Ik heb het gevonden. Alright. Ta-ta-da-da. En jij hebt... Wat heb jij? Wat is dat? Voor de moestuin. Oh, is dat om te beschermen voor je... Ja, perfect! Voordat wij gingen Pokémon jagen, moesten we eerst alle andere Pokémon's in onze tuin een beetje weg zien te krijgen. Want er zijn ontzettend veel slakken de laatste tijd. Iedereen heeft er last van, net de meneer hier bij de winkel ook. Die zei dus van, oh, dat spul wat je nu in je hand hebt, dat moet ik ook hebben. En blijkbaar is dit dus een soort van koperen tape. Dat is dus tape gemaakt van koper. En wat dat eigenlijk moet doen, is zorgen dat de slakken er niet overheen kunnen. Dan moet je niet meteen denken van, oh, Wouter, dierenbul, dit alles.
Nee, het is dat gewoon... Dat is daar. Ja, dat is... Als je het over dierenbul wil hebben, dan staat dat daar. Dat is zeg maar gif voor slakken. Maar hier krijgen ze schokjes van? Ja, hier krijgen ze inderdaad schokjes van. Dus het is meer dat ze het niet chill vinden. En dan dus, gaan ze weer weg. Precies, ja. Dus ze kunnen er niet overheen glibberen. En daarom zou het moeten werken. Maar denk je dat het breed genoeg is? Of denk je dat die slakken halverwege denken van... Yo, we gaan er gewoon overheen glibberen. Ja, ik weet het echt niet. Ik weet het ook niet. Wil je het proberen of niet? Het was de allerlaatste trouwens. Het was de laatste? Het was de allerlaatste. Oh nee. Ja, dan moet het wel, hè? Wil je het proberen? We kunnen het altijd gewoon halen en als we iets beters nodig hebben. Ja. Want je kan ook echt van die hele koperen buizen neerleggen. Maar ja, dan heb je een heel buizennetwerk. En dat is ook weer niet echt handig. Nee. Okay. Maar ja, neem het gewoon lekker mee. Ja. En dan gaan wij nu door naar de stad. Of wat Pokémon te vangen. We zijn nu in het park aangekomen en het is tijd om een goede Pokéstop te vinden waar we even een lure module op kunnen zetten. En wat dat inhoudt, want voor sommige mensen zal het als hocus pocus klinken. Het houdt in dat ze een bepaalde plek vinden en daar een module op zetten waardoor Pokémon naar die plek toe zullen gaan. Op een hotspot. Op een soort van hotspot, oh, inderdaad. Een Pokéspot. Een Pokéstop. Pokéstop. Yes. Sorry. En daarvoor hebben we eigenlijk dit park gekozen. Puur omdat het gewoon super mooi eruit ziet. Dus we gaan ergens even kijken waar we kunnen zitten. En dan gaan we gewoon lekker even op ons gemakje wat Pokémon's grinden. En na die sessie komt opeens een eitje uit. Woe. Wat komt eruit, dames en heren? U ziet het hier. En het is... Oh, dat is een bummer. Dat is jammer. We komen hier net langs een soort van art gallery, een kunst iets. En we zien er echt allemaal super rare dingen binnen staan. Jullie zien het niet echt door de reflectie. Maar, oh ja, nu zien we het wel. Je ziet hier bijvoorbeeld twee van die beesten, maar het lijkt een soort van... Eentjes? Of... Nee, maar het is uit wielen gemaakt, uit velgen. Ja. En ja, het zijn inderdaad een soort van rare vogels. Misschien zijn het wel dodo's. Ja. Maar blijkbaar kun je dit dus huren. Je kan het gewoon ergens, hier dan eigenlijk huren. En dan kan je het gewoon ergens neerzetten. Waarschijnlijk voor feesten, bruiloften, nee, of misschien gewoon thuis. Nee, je betaalt ze dan gewoon af. Dus je betaalt over een periode. Termijn, ik dacht ook al, wat raar dat je kunst kan huren. Maar er zijn natuurlijk superveel rare dingen in het leven. Wat gaan wij doen? Wat is onze planning? Pokémon vangen. Pokémon, ja, we gaan gewoon door. Alleen we gaan nu even terug naar waar we wonen. Want we wonen niet in deze stad. We hadden gisteren een hele goede Pokémon gevangen. Namelijk deze bad boy. Een Kingler van level 755. Dus eigenlijk willen we gaan proberen om vandaag weer zo'n vangst te maken. Want we hebben een bepaalde techniek. Want heel veel van jullie vroegen aan mij, hoe vang je altijd van die hoge levels? Nou, er zit een klein stukje techniek. Ja, het is toch wel een soort van techniek zit erachter. Ik zal het niet in deze vlog vertellen, maar mocht jullie dat leuk vinden, laat het even weten in de comments. Want wie weet kan ik gewoon een Pokémon aflevering maken, echt met allemaal pro tips. Want je hebt nu heel veel video's die gaan over, je moet een gym verslaan en je moet langs een Pokéstop. Maar het gaat veel verder dan dat. En wanneer je dat doorhebt, dan kan je eigenlijk ook dit soort dingen binnenhalen. Dus mocht je dat leuk vinden, laat het even weten in de comments. En dan gaan wij lekker richting huis. Yes. Om nog wat extra Pokémon'tjes te scoren. Het moment dat Maisha een Pokémon heeft gezien, dat ik gewoon random langs de weg de auto moet stoppen, zodat ze de Pokémon kan vangen. Oei, oei, oei. En die andere auto stopt hier ook voor diezelfde Pokémon. Ik hoop maar dat het een goede Pokémon is. Welke heb je? De Abra. Abra. Lekker bezig. En na die intensieve dag met voornamelijk superveel Pokémon, gaan wij lekker naar bed toe. Wat? Raichu. No. Oh my god, en hij is wacht één stapje hier vandaan. Oh my god. Heb je dat? Oh my god, we gotta do this. 535. Echt? Are you fucking kidding me? Oh, dat mag ik niet zeggen. Ik weet het niet. Heb je? Ik weet het niet. Oh. Fuck, heb jij hem? Yes! Oh my god, je hebt hem! Oh shit. Blijft hij zitten? Blijft hij zitten? Oh my god! Yes! Lekker. We hebben de fucking Raichu, dames en heren. Woehoe. Oh, en daarmee gaan we meteen deze vlog afsluiten. Vond je het nou een leuke vlog? Doe dat duimpje omhoog, want ik wil het echt een stuk vaker doen. En ik zou jullie support super erg waarderen. Vergeet zeker niet te abonneren, dat is hartstikke gratis. Want elke ochtend om 7 uur 's ochtends en om 5 uur 's middags upload ik een nieuwe video.
En dan gaan wij nu genieten van die freaking ride you. Goedenavond mensen, tot de volgende keer. Ciao.